Ja, gaaf om hier te staan. En gaaf ook dat de kinderen erbij zijn. Ik vind het echt heerlijk, een voorrecht om voor generaties te spreken. Ik ben zelf, ik kom zelf uit een familie waarvan heel belangrijk is geweest dat door de generaties heen Gods woord is gegeven. En wij zijn ook wel familiemensen, we houden van familiedagen. En daarom vinden we het fijn dat de kinderen er ook gewoon bij zijn. En dat jullie ook het woord van God horen. Als je dat al jong hoort en meeneemt. Hey, ik heb zelf, ging ik altijd best wel heel graag ook naar de kerk. Ik had eigenlijk geen hekel aan de kerk. En misschien dat ik het niet allemaal goed snapte. Maar ik ervoer wel een stukje van zijn aanwezigheid. En dat is altijd bij me gebleven. En we hebben ook onze kinderen altijd meegenomen. We hebben 4 zonen. En we hebben ze altijd ook meegenomen in het werk. Ja, ook als we dingen gingen klaarzetten en dergelijke. Zodat ze echt gewoon mee gingen bouwen aan het huis. En dat is ook mooi om te zien. Dat onze kinderen ook zeg maar die passie ook hebben overgenomen. Ook gewoon voor het huis. En Kuma had het net eventjes over onze Guus. En het is zo mooi om te zien dat God zo bezig is met onze Guus. Dat hij verlangend is om meer en meer ook zich weer in te voegen in de familie. Dus dat zijn hele mooie dingen. En het is niet zo als. Het is voor ons, vaders, moeders, opa's en oma's, niet zo mooi. Omdat je kind ziet aanbidden, je kind Jezus ziet volgen. Tenminste, ik vind dat fantastisch. We zijn 2 weken geleden opa en oma geworden. Van onze kleindochter Sarah. En je bent nu al aan het bidden. Dat het een vrouw Gods mag worden. En dat ik denk, ik krijg dat wat ik even bij mijn kinderen niet zo in de gaten had. Hoe machtig het kan zijn om daarin te zaaien. Kunnen we dat nu wel in Sarah doen. Dus wat een vrouw Gods, dat spreken we uit. Goed, ik wil graag toch even bidden nog. Mag dat? Ja. Vader, wil u danken. Heer, dat u de God bent, Heer, die openbaring wil geven. Heer, en ik bid dat u ons openbaring geeft, jong en oud, van wie u bent, Jezus. Heer, we houden van u. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. En dat u zichzelf wil openbaren. Dat u zichzelf wil laten zien, ook vanmorgen. En we zegenen, Heer, elkaar. Heer, dat we hier vandaan gaan en zeggen, wauw, ik heb God nog beter leren kennen. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen. Goed. Ik ga met jullie kijken naar een verhaal. Wat staat ook in de Bijbel in Matteüs 16. Staat het opgeschreven. Een verhaal over de Heer Jezus. En over zijn discipelen. En nu discipelen van de Heer Jezus. Hè, de Heer Jezus had vele volgelingen. Maar op een dag gaat hij de berg op, een nacht eigenlijk. En dan gaat hij de hele nacht bidden om te zeggen, Heer, welke van hen mag ik in het speciaal uitnodigen om dicht bij me te zijn, om met me op te trekken in de komende jaren. En zo koos Jezus er 12 uit. En ik heb vandaag ook 12 uitgekozen. Dus ik wil vragen of die 12 vast hier naar voren willen komen. 12 mannen. Echt. Dus die mogen hier gaan staan. Je mag aan deze kant gaan staan. Je mag nog wel even van het podium af blijven staan. Want ik ga jullie zo dadelijk eventjes. Dus, het is een stoere. Even kijken. Heb ik goed geteld? 5. Wacht even hoor. Nee, maar ik had daar op 3 gerekend. Dus ik moet er nog. Oh, die is er. Sorry, ik had je even niet gezien. Ja, goed. Ik wil met jullie een verhaal lezen. En het gaat over de discipelen. Ga ik de discipelen ze dadelijk naar boven vragen. In. Met de 11. Ja, maar jij wou ook nog mee toen dag. Ja. Je gaat voor de rest niks. Niks doen. Goed. Goed, ik ga lezen in vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dus er staat, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi. Waar kwamen die gasten vandaan? Dat kun je de hoofdstukken daarvoor lezen. Ze kwamen van het meer van Galilea.
En, ze gingen vanuit het meer van Galilea. Daar heeft Jezus heel veel mensen bediend met genezing, met bevrijding. En even later lezen we ook dat er een wonderbaarlijke vermenigvuldiging weer plaatsvond. Hè, met brood en met vis. En dat weer 4000 mensen, mannen of vrouwen en kinderen niet meegerekend, dat die weer te eten kregen. Dus die gasten waren echt weer heel druk geweest. Ze hadden dat al eens eerder gedaan, maar ze hadden nog een keer brood en vis uitgedeeld. En dan gaan ze verder en dan komen ze in, ik zal even de Magdala komen ze. En in Magdala, daar zijn de Sadduceeën en de Fariseeën, die zijn daar en die gaan reden twisten. Die gaan als het ware een beetje ruzie maken met de Heer Jezus. Die zeggen van, ruzie maken, ze willen me een beetje uitlokken. Maar Jezus, en zeggen van, wilt u een wonderteken doen? Hij zegt, dat doe ik niet. En hij waarschuwt ook zijn discipelen, zijn mannen ervoor, dat ze niet in moeten gaan op de leer van die Sadduceeën en van die Fariseeën. Nou, Magdala tot Caesarea Philippi is ongeveer 50 kilometer. Hoe lang is dat ongeveer? Noem eens even een... Ik heb het een beetje opgezocht. Wie is er wel eens in Utrecht geweest? Ja, nou, dat is ongeveer van hier naar Utrecht. Dus jullie hebben een behoorlijke tocht achter de rug. Ik zal jullie even voorstellen aan de discipelen. En dan hebben we dat ook eens gehad, want hè, dan hebben we daar ook een goede les in. Ik wil, Arnoud, als jij nou eens even eerst komt. Nee, Arnoud. Maar nu, ik doop je nu Petrus. Dit is Simon Petrus. En Simon Petrus heeft een geweldige broer. En die heet Andreas. Kun je wel zien, hè, dat broers van elkaar zijn. Dat is Andreas. Nou, dan hebben we Jacobus. Ja, ja, jij. Ja, echte Jacobus. Ben jij niet de zoon van Zebedeus? Ja, nee, precies. Jij bent Jacobus. Nou, en Jacobus heeft ook een broer. En dat is Johannes. En die heeft een mooi t-shirt op, whatever. He, dat is gewoon Johannes. Dit kun je ook wel goed zien. Hè? Dat zijn broers van elkaar. Echt twee vissers. Van hem wordt geschreven dat hij echt gewoon ook de boezemvriend van de Heer Jezus was. Dus heel mooi. Nou, en dan hebben we daar in het blauw Filippus. Kom maar. Ja. Filippus. Kun je duidelijk zien. Dan hebben we Bartholomeus. Ja. Die... Het is ook echt een grote vent. Ja, zeker. Ja, Jezus had echt allerlei mooie mensen. Dan had hij Thomas. Ja, en daar staat Thomas. In het oker. Ja. Een mooie vent. Af en toe... Hij is nogal... Af en toe twijfelt hij nog wel eens, maar... Toch, hè? Hij is wel uitgekozen door de Heer Jezus. En dan hebben we daar Matthäus. En dat is... hij is tollenaar geweest. Ja, hij is belasting, ja. Hij is belastinginspecteur geweest. Dus, hè? Je mag je wel achter en opstellen zo. Hè? En dan hebben we hebben nog een Jacobus. Nou, kijk eens aan, daar hebben we Jacobus. En dat is niet de zoon van Zebedeus. Nee, dat is Jacobus, dat is de zoon van Alfeus. Dat kennen jullie toch wel? Die woont daar, weet je, daar in Jeruzalem en een beetje verderop. Ja, dat is Jacobus. Dan hebben we Lebeus. Ja, kom maar. Jij bent Lebeus. Maar weet je, het grappige is... Lebeus? Wacht even. Lebeus wordt ook wel genoemd Thaddeus. Dus jij mag wel hier gaan staan, alsjeblieft. Ja? Wat wil je vandaag, Thaddeus heten of Lebeus? Noem maar Thaddeus. Prima. Dan hebben we nog Simon. Dus Simon, daar kom ook maar hier. Simon Kanatitus of zo. Ik weet niet. Maar het is een Simon. Nou, wees welkom Simon. Jezus heeft ook jou uitgekozen. En dan staat er ook in het woord van God dat Judas Iscariot er ook was. En die wil natuurlijk niet herkend worden hier in een huis vol glorie. Kan het bordje ook zo? Ja, dat kan ook. Dus dat zijn die, 12 discipelen gaan maar een beetje zo leuk poserend staan, het is wel grappig. Als jij nog even erachter gaat staan, is wel mooi voor de foto en voor het beeld, hè? Als jij nog iets meer erachter gaat staan, kijk, dat is mooi. Dus dit zijn de 12 discipelen. En dat is echt geweldig.
En dan hebben we ook direct eventjes de namen erbij. Die kan je ook even goed ontdekken. Weet je wat het soms wel is? En soms horen wij ook in het Koninkrijk van God en horen we van allemaal grote namen. He, van Bill Johnson en Matthäus van der Steen. En worden we allemaal van die grote namen. Daar hoor je allerlei verhalen over. Maar we horen niet altijd de verhalen van jou. Ik weet niet, er staat nergens in de Bijbel eigenlijk iets waar we Thaddeus in zien. Hij is wel een apostel. Hij is wel uitgeroepen door God om een apostel te zijn. Ja, en we lezen ook niet zoveel van Simon. Maar hij diende God. En ook al staat er niet veel van geschreven, hij heeft wel een hele speciale plek bij God. En daarmee wil ik ook eigenlijk zeggen, van, ja, we horen heel vaak van Petrus, Johannes, Jacobus. Hè, we horen van Thomas nog wel eens, maar van die andere Bartimaeus. Wie heeft nou van Bartimaeus gehoord? Niemand. Maar hij deed ook de tekenen, de wonderen, de krachten. Hij deed het ook gewoon. Ook al stond het gewoon niet geschreven, staat het niet hier zo geschreven. Dus dat zijn die mannen. Nou, ze komen dus in Caesarea Philippi. En dan moet je iets weten over Caesarea Philippi. Caesarea Philippi is een stad waar in het bijzonder ook twee gebouwen staan. Nou, ik heb eventjes dat meegenomen, omdat even, nou niet die gebouwen. Er staat een tempel van Pan. Ja, een tempel van Pan staat. En er staat ook de tempel van Augustus. Twee gebouwen. Dit is een plek waar dus eigenlijk het occulte systeem zichtbaar wordt. En het politieke systeem zichtbaar wordt. En daar komt Jezus. Het is niet toevallig dat Jezus in Caesarea Philippi is. Het staat er ook bij. Als er iets in de Bijbel staat dat erbij staat, dan is dat belangrijk. Dan moet je nagaan kijken, waarom staat het er eigenlijk? En daar komen we met elkaar aan. Jezus komt aan met zijn 12 discipelen. En in dat gebied van het politieke systeem en het, zeg maar, het occulte systeem, zegt Jezus dit. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen zeiden, Johannes de Doper, ja. En anderen zeiden, Elia. En weer iemand zei, en toen zei iemand anders nog, of andere profeten. Ga het even overdoen, ja? Goed. Sommigen zeiden, Johannes de Doper. Weer anderen zeiden, Elia. En dan Jeremia, ja, en dan de andere profeten. Dat zeggen de mensen van wie Jezus is. En dan vraagt hij dit. Wat staat er? Maar u, wie zegt u dat ik ben? En dan zegt Petrus. U bent de zoon van de Christus, de zoon van de levende God. Eén zinnetje hoeft hij er maar te leren, hè? Maar maakt niet uit. Dat is een goede vriend van me. We gaan het opnieuw doen. Ja, dus even, we spoelen even terug. Dat is altijd zo mooi. Maar dan zegt Jezus tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus, Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus tegen hem, zalig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus de Vader in de hemel heeft het geopenbaard. Dus die discipelen die staan in dat systeem. En Petrus zegt, maar u bent de Christus. U mag ook zeggen, u bent de Messias. De zoon van de levende God. En die gasten die kenden de Torah. En die wisten dat er geschreven was, onder andere ook bijvoorbeeld in Jesaja, dat er een koning zou komen die Israël zou vrijzetten, maar die de wereld zou vrijzetten. Die sterk was, die krachtig was, dat zelfs de aardse wapens niet meer opgenomen hoefden te worden. Dus God had aan Simon Petrus geopenbaard dat Jezus de Christus, de Messias was. Nou, jullie mogen lekker gaan zitten, alle discipelen. Ja, rust maar even uit. Ja, super. Geweldig. Je mag de kaartjes wel daar in de kombo zo leggen.
Dat is bijzonder. Dat in die omgeving, hoe is dat geweest? Dat opeens daar de belijdenis klonk. Opeens werd er gezegd, u bent de Messias. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Moet je weten dat het woord Messias of Christus, dat betekent iets. Het betekent de gezalfde. Maar Messias betekent aangewezene, uitverkorene en uitgekozene. Dus Petrus zegt daar, omdat hij van God daar een openbaring over heeft gehad. Oh, u bent degene die aangewezen is, die uitgekozen is, die uitverkoren is om die Christus te zijn, om dat te vervullen. In het politieke systeem en in het occulte systeem wordt opeens zichtbaar de verkondiging. Ik ben de koning. Ik ben de koning. En Petrus en de anderen horen dat ook. He, die profeet Jesaja, die de Messias als een koning met wijsheid, gerechtigheid en kracht heeft beschreven, die wordt daar zichtbaar. Ik weet niet wat er gebeurd is. Kijk, dit is niet zo'n heel stevig iets hoor. Het koninkrijk komt al aan het wankelen. Omdat Jezus dat zegt. En Jezus zegt ook later tegen ze. Je moet er met niemand over praten. Nog niet. Waarom niet? Omdat Jezus nog niet gestorven was. En nog niet was opgestaan. Maar hij verkondigt al wel. Hij laat een stukje zien en zegt, kijk, ik ben het. Ik ben het die jullie verwachten. Ik ben het waar jullie altijd naar uit hebben gezien. Ik ben het. En zo zegt Jezus tegen Petrus, zalig ben jij. Je mag ook zeggen, gezegend ben jij. Of met geestelijke voorspoed ben jij op dit moment, dat mag je ontvangen. Want de geest van de Vader heeft het je geopenbaard. De Vader heeft het je geopenbaard. Nou, wat is nu openbaring? Je mag dat woord ook vertalen met, de Vader heeft het je bekendgemaakt. De Vader heeft je inzicht gegeven. De Vader heeft je laten ontdekken. De Vader heeft onthuld. De Vader heeft jou een eye-opener gegeven. Ken je dat? Dat je soms ergens naar op zoek bent en je snapt het allemaal niet. En in één keer snap je het. Het is een eye-opener. Dan denk je, oh, zo zit het in elkaar. Heb je wel eens van die spelletjes gehad? Weet je, zo'n kubus? Wie heeft er wel eens met zo'n kubus gewerkt? Ja? Oké. En dan snap je er geen... Ik snap er geen bars van. Wie kan zo'n kubus helemaal in alle vlakken krijgen? Oh, gelukkig zijn er meer die het niet kunnen. Oh, dus iedereen heeft zo'n ding in de handen gehad. Maar achterin, je stak je hand omhoog. Ja? Oké, kom even naar voren. Ja, ik bedoel, hij kent het geheimenis. Ik niet. Dus is er een microfoon die ik hier kan gebruiken? Oh, die. Super. Kom even het podium op, want het is... Hij neemt gewoon lekker de tijd, zegt wauw, je komt echt binnen zo van, ik ben de kubus. Oké. Vertel. Jij kan een kubus dus gewoon, als ik hem helemaal door elkaar hussel, kan jij hem in alle vlakken weer terugkrijgen. Hoe doe je dat? Het is gewoon heel veel leren. Er zijn heel veel ritmes voor en gewoon oefenen en die ritmes leren. Weet je nog het eerste moment dat je hem in één keer in alle vlakken juist had? Ja. Wat was dat voor moment? Ik dacht eindelijk. Eindelijk, ja. Super. Ja, dat zie je aan zijn gezicht. En die denkt eindelijk. Ja, mooi. Hé, hey, super, dankjewel. Je mag alweer helemaal teruglopen. Het heel stuk. Het is zo gaaf. Ja, dat op het moment dat je opeens de openbaring krijgt, de eye-opener krijgt. Wow. Het zit in elkaar. Zo heeft Petrus en de andere discipelen hebben zo'n... Maar Petrus heeft een hele bijzondere openbaring gekregen. Oh, hij is het. Hij heeft ons geroepen. We dachten dat hij rabbi was, maar hij is meer dan een rabbi. Hij is de Messias. Hij is degene die we mochten verwachten. Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Dus niet Christus alleen als verlosser, maar heel duidelijk als Zoon. Van de levende God. Dit is de Zoon die God zendt. Hoe bijzonder is dat Petrus dat had. En het was heel bijzonder, want Jezus zegt dat ook tegen hem.
In vers 17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan zegt Jezus dit. He, dus eerst vraagt Jezus, wat zeggen de mensen dat ik ben? Maar dan gaat hij zeggen, nou ga ik iets over jou zeggen. Dan ga ik eens zeggen wie jij bent. Dat is wat Jezus zegt. Ja? En dan zegt hij, en ik zeg ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hij zegt tegen Petrus, jij, hè, jij bent Petrus. Dat woord Petrus, ja, dan mag het ook vertalen met, jij bent een brokstuk uit een rots. Je bent een brokstuk uit de rots. En dan zegt Jezus, maar dat brokstuk uit de rots komt ergens uit of past ergens in. En dat is namelijk Petra. En Petra betekent een rotsketen. Dus een heel een massieve rots. Hè. Als jullie, wie heeft, ik heb niet zo vaak nog rots gezien, maar de eerste keer dat ik de... wat was het ook alweer? Rocky Mountains waren het, geloof ik. Nou, ik weet niet meer waar ik precies was. Maar voor het eerst dat ik die bergketen zag. Zo massief, zo groot. En dat zegt hij eigenlijk. Petrus, je bent een onderdeel van het grote rotsketen. Een grote rotsketen, daar ben jij een onderdeel van. En daarvan zegt hij, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wij zijn soms als christenen soms zo bang voor wat de hel kan doen. Terwijl Jezus zegt, luister, als jij weet dat jij een deel bent uit die rotsketen, uit mij zegt hij eigenlijk, hè, want Jezus is de rots. Als je een deel bent uit mij, dan kan niemand je overweldigen. Wat kan nou een berg overweldigen? Dat kan niet. Dat kan niet. Dus het is zo mooi dat Jezus dat zegt. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is de gemeente. En dan zegt Jezus nog iets. Petrus, wil je nog even naar voren komen? Petrus. Dan zegt Jezus nog eens, hij zegt het tegen alle discipelen, maar die laat ik dan even zitten. Hij is ook nog heel lenig, hè? Zeg maar. Hij heeft ook 50 kilometer gelopen, dus die heeft flink wat energie. En dan zegt hij, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Hij zegt, Petrus, omdat je die openbaring hebt gehad, krijg je een cadeau. En je mag het uitpakken. Wauw. Keys. Ja, maak het open. Er zitten sleutels. Allemaal sleutels. En nog meer sleutels. Oh nee, die moest er niet in. Ja. Het is goed zo. Dankjewel, Petrus. En nog meer sleutels. Jezus zegt, als je dus weet dat je de Petra bent, de Petrus bent in de Petra, als je weet dat de machten van de hel je niet kunnen overweldigen, geef ik jullie sleutels. Ik geef jullie de sleutels van mijn koninkrijk. Van mijn koninkrijk. Dat is hetzelfde als dat ik nu naar een van jullie toe zal gaan. Ik zal mijn sleutels pakken van ons huis. Waar net een mooie nieuwe keuken zit en een nieuwe badkamer in zit. Ik geef je de sleutels van mijn huis. Ik was een tijd geleden, moest ik ergens spreken. En toen was ik in een landgoed. En op dat landgoed, ik had een kaart gekregen voor mijn kamer. En ik had die kaart bij te veel, denk ik, bij mijn telefoon of zo gelaten.
En hij deed het niet meer. Dus ik ging naar de, hè, naar de man terug die bij de receptie zat. En toen zei ik van, hé, mijn kamersleutel doet het niet. En toen zei, oh, dat gaat wel heel erg trillen, wacht even hoor. Even zo. En zei, mijn kamersleutel, ik kan mijn kamer niet in. En toen pakte hij weer een sleutel om dat te activeren. Weet je wel, zo'n kaartje die je erin moet. En opeens zat hij stil. En hij luistert. En hij zegt, ik geloof dat ik je dit moet geven van de Vader. En hij pakte deze kaart. En hij zei, ik moet deze aan jou geven. En daarmee de boodschap, dit is een gold card. Jij kan alle vertrekken in van dit landgoed. Je kan alles in. Je kan komen, al is het midden in de nacht. Je kan hem erin steken, je kan de deur open doen. Je kan er binnen gaan. En je kan in alle vertrekken. En dan vertrouw ik je toe. Ik dacht, man, je kent me amper. En je geeft mij zo'n goldkaart. Ik kan daar verkeerde dingen wel misschien wel mee doen. Maar hij zei, nee, ik wil het je echt geven. En hij zegt, altijd als je langskomt, ook als je ergens moet spreken en je denkt van, ik moet even tussen de afspraken door. Je kan gewoon komen, daar is het koffiezetapparaat, daar kan je dit, daar kan je dat. En ik nam hem mee. En een paar dagen daarna las ik dit verhaal. En toen zei God tegen mij, ik heb jullie een goldcard gegeven. Ik heb jullie sleutels gegeven, dat kan ook. Maar ook als het ware zo'n goldcard. En toen zei hij, wil je het gebruiken? Wil je die goldcard gebruiken? Maar ik zal je zeggen, met deze goldcard, ik durfde het niet te gebruiken. Ik reed meerdere keren langs dat landgoed. En ik wist dat ik die goldcard had. Ik wist dat ik die sleutel had. Maar ik durfde niet. Ik dacht, ja, stel nou toch. Ja, dan kom ik daar binnen, is daar net ook een conferentie. En ik steek dat ding erin en ik kom binnen en ze zeggen, wat doe jij hier? Ja, ik heb een goldcard. Ik durfde het niet. Ik durfde het gewoon niet. Ik durfde het gewoon niet. En toen sprak de Heilige Geest tegen mij, zo is het met zoveel kinderen van mij. Zij durven niet de sleutels te gebruiken die ik hen heb gegeven. En we hebben sleutels gekregen. Je hebt zoveel verschillende sleutels gekregen. Sleutels staan voor toegang of om dingen af te sluiten. In Openbaringen zegt dat Jezus zegt dat hij opent en niemand kan meer sluiten. Dat hij sluit en dat niemand meer kan openen. Er staat zelfs ook dat Jezus niet alleen de sleutels heeft van zijn eigen koninkrijk, maar dat hij ook de sleutels heeft van de dood en het dodenrijk. Dus hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft alle macht en die heeft hij ons ook gegeven. Hij zegt, ik geef jullie sleutels, mensen. Ik geef jullie sleutels. Maar je moet die sleutels gaan inzetten. Dat moet je actief doen. Je kan wel zeggen, Heer Jezus, opent u de deur. Hij zegt, ik heb je sleutels gegeven. Ik heb je gebed gegeven. Ik heb je proclamatie gegeven. Ik heb je bidden en vasten gegeven. Ik heb je gegeven dat je in geloof uit gaat stappen. Ik heb je gegeven dat je gaat zaaien in mijn koninkrijk om deuren te openen. Wat we vanmorgen ook gedaan hebben. Dus God zegt, ik geef jullie sleutels. Maar je moet sleutels toepassen. Weet je, Henk en ik gingen een keer, we gingen naar een bungalow. Waar we vakantie hadden. En ik had ook een sleutel gekregen. En ik kreeg die deur niet op slot. Ik denk, hoe kan dat nou? Dus ik zit daar te prutsen. En opeens de buurman in het bungalowtje verder die zegt, je moet even de klink omhoog doen en dan kan het. Oh, dat was een deur waar ik de klink omhoog moest doen. Dan moest draaien en dan kon ik de deur openen. Of sluiten. Soms denk je, waarom gaat het niet open? Je hebt de sleutels. Sommige deuren hebben een bepaalde aanpak nodig. Sommige deuren klemmen. En dan denk je, oh, gaat niet open. Je moet even iets harder douwen. Je moet volharden. Maar die sleutel die werkt wel. Met die sleutel krijg je alles open. Maar met die sleutel krijg je ook alles dicht. En de sleutel in de tijd van de Heer Jezus, en dat was heel duidelijk toegang. Er waren een aantal mensen, want de steden die werden omringd met muren en er was een deur. En niet iedereen had een sleutel van die stad.
Een aantal mensen hebben de stad. Weet je, heb je wel eens gezien dat de burgemeester, die heeft een ambtsketen om en vaak zit daar ook een sleutel bij. Of mensen die geëerd worden in de stad, die krijgen de sleutel. Dat is nu symbolisch, maar dat was vroeger niet zo. Dat was vroeger niet zo. Dus je kreeg de sleutels, toegang. Toegang tot voorziening. Maar ook als de vijand kwam, kon je die deuren afsluiten. Zodat de vijand niet binnenkwam. En dat is wat Jezus het hier ook heeft. Hij heeft het hier over. Ja, dat hij zegt, wat je bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat je ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Hij zegt, ik geef die sleutels om te binden en te ontbinden. Om in en uit te gaan. En gebruik die sleutel, zegt God. En zo kan het dus zijn dat er situaties zijn in jouw leven die open moeten breken. Omdat je vast zit. Het kan zelfs zijn dat de vijand om jouw leven als het ware zijn kettingen heeft geslagen. Ja, zodat jij maar niet in beweging kan komen. Zodat jij je huis maar niet uit kan. En dan zegt de Bijbel, dan mag je in mijn naam, of het nou deze is, of deze is, in mijn naam mag je dat openbreken. Mag je daar macht over uitoefenen. Want ik heb jullie de sleutels gegeven van mijn koninkrijk. Zo mogen we dus ook uit de hemel genezing ontbinden. We mogen als het ware de toegang ontsluiten. Dat hebben we bijvoorbeeld vandaag ook gedaan met aanbidding. Je gaat de toegang ontsluiten, zodat ook de kracht van de genezing kan komen. God heeft zo'n krachtig koninkrijk. En hij wil zo graag dat wij hierin gaan bewegen, jong en oud. Die sleutels staan is echt het beeld van gezag en macht. Als jij ergens in wilt, maar je hebt die sleutel niet. En dit is het verschil tussen gezag en macht. Gezag is het verleende recht om te heersen. Dus je hebt recht gekregen om te heersen. En macht is het verleende vermogen om te heersen. Dus eigenlijk die sleutel, ja, is eigenlijk het recht om te heersen. Maar het bewegen van die sleutel is het vermogen om dingen open te breken en open te maken. En wat probeert nou religiositeit te doen? Nou, Jezus het al over, net daarvoor, hè, dat zuurdeeg van de fariseeën, dat kunnen we lezen in Lucas 11. Wat zegt hij nou over die leiders in die kerk, in die synagoge, die fariseeën, die sadduceeën die de raad waren, hè? Want dat mag je ook zeggen, dat het een, moet even opschrijven hoe je het ook kan schrijven, even kijken hoor. Het gaat om een raad en een bestuur. En de fariseeën en de sadduceeën waren in die tijd ook een stuk raad en bestuur. Ja, Lucas 11. En dan staat er, even kijken in vers, even kijken hoor. Lucas 11, vers 52. Nee, dat heb ik niet goed. Oh ja, jawel, ik zit in 12. 52. Hij zegt, wee u, wetgeleerde, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen zei tegen hen, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën hevig tegen hem tekeer te gaan. En drongen zij hem zich over veel dingen uit te spreken. Ze spanden strikken voor hem om iets uit de mond op te vangen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Wat zegt Jezus hier? Jullie schriftgeleerden, jullie geleerden, jullie hebben de schrift hebben jullie gelezen en jullie wisten dat in de schrift staat dat ik zou komen. En dat ik degene ben die de kennis heb over wie de Vader is. Maar wat doen jullie? Jullie houden die sleutels weg voor mensen. Dat mensen niet gaan ontdekken wie God de Vader is en hoe mijn koninkrijk is. Hij zegt, wee jullie. Hij zegt, pas jullie maar even op. Pas op, hè. Dat is wat hij zegt. Pas op, het gaat niet goed met jullie aflopen. Want jullie hebben die sleutels weggehouden. En daarom is het zo belangrijk dat wij de sleutels niet weghouden. Ook niet voor onze kinderen. Dat wij niet tegen onze kinderen zeggen, het is niet voor jou. Maar dat we tegen de kinderen ook zeggen, wij gaan voor je bidden. Dat jij een openbaring krijgt van wie Jezus Christus is. En dat jij die sleutels ook kan gaan gebruiken. Dat je het niet tegenhoudt.
En dat je ook openbaringen die je krijgt van God zelf, dat je die niet tegenhoudt. Want de fariseeën en de saduceeën wisten dat Jezus de schrift kwam om de schrift te vervullen. Dat wisten ze. Maar Jezus zegt, jullie hebben die kennis, die sleutel van de kennis weggenomen. En dan staat er ook in de Bijbel, dat Jezus het juist aan kinderen heeft geopenbaard. Aan kinderen heeft laten zien, aan wijzen verborgen heeft gehouden. Maar aan kinderen geopenbaard, zij krijgen sleutels. En als ik dan onlangs met een 10-jarige jongen de straat op ga, omdat we gewoon over Jezus gaan vertellen, de goedheid van God gaan uitdelen. En Jochie heeft zelf 2 gehoorapparaten, hij is een zoon van de zendeling uit Suriname. En hij kwam op de Power in Love. En we gingen ook uit, hè, die middag gingen we ook uit. En hij kwam naar me toe rennen. Hij zegt, ik wil met jou mee. Ik zei, dat is goed, prima. Met nog een ander meisje. En we gingen de stad in. We gingen naar Amersfoort. We gingen naar de stad in. En hoewel hij zelf ook een gehoorbeschadiging heeft, en een behoorlijk ernstige, weet hij, of ik het nou wel of niet heb, ik heb sleutels gekregen. Ik heb sleutels gekregen van God om anderen vrij te zetten. Dus hij ging met me mee. We gingen de straat op. En we zagen daar 2 vrouwen in de auto zitten. 2 moslima. Ze zaten in hun, met hun hoofddoeken. En ze zaten daar een gebakje te eten. Dus wij komen net uit de auto en we zien daar, raampje open. En ze zitten daar een gebakje te eten. Dus ik zo door het raampje zeg, hey, hoi, hebben jullie iets te vieren? En dan zeiden ze, nee, zei ze, ik ben zwanger, zei de ene, en ik heb wat laag bloedsuiker. Ik zei, nou, van harte gefeliciteerd dat je zwanger bent, leuk. En op dat moment krijg ik zo'n pijn hier achter in mijn nek en in mijn schouder. Dus ik denk, dit is een woord van kennis, dit is een sleutel. Ja, dit is een sleutel. Dus ik zei tegen hen, ik zeg, is hier een van jullie beiden, hebben jullie misschien last hier zo in je schouder en naar je nek? Ze dus keken elkaar, hoezo? Ik ben gekomen, wij zijn met z'n 3 op pad, want we willen de goedheid van God uitdelen. Dat willen we gewoon graag uitdelen. En een van zijn goedheid is ook dat hij mensen wil genezen, want hij houdt niet van pijn. Oké. Nou zegt die vrouw die dus zwanger was en achter het stuur zat met een gebakje met een lekkere aardbeidje erop. En die zei, wij zijn al vaker aangesproken. Ja, ik zeg, dat kan wel waar zijn. Ik zeg, maar ik heb nu echt een speciale boodschap. En dus die vrouw die zit aan de bijrijder, die andere vrouw zit bij de bijrijder. Ik zeg, laat me toch gewoon even voor u bidden. Ja, zegt ze, maar wij zijn moslims. Ik zeg, maar dat geeft niks. Ik zeg, dat is prima. Ik zeg, je mag ook gerust moslim blijven. Dat is geen probleem, zei ik. Ik zeg, maar ik wil alleen de goedheid van God uitdelen. Zeiden ze. Oké. Dus ik samen met Pepijn en Lisanne, even zo door dat raampje kijken. En ik zeg, mag die jongen van 10 gewoon even voor je bidden? En dan zegt ze, doe maar allereerst een schietgebedje voor mijn lever. Ik dacht, Ik zeg, lever? Ja, zei ze. Ik zeg, laten we daar dan ook van gaan bidden. Gaan we eerst hiervoor bidden, daarna voor je lever. Moet ik dan uitstappen? Ik zeg, is misschien wel fijn dat je dat doet. Dus wij lopen naar de andere kant van de auto. Ja, de deur gaat open. Pepijn staat er, Lisanne en ik staan er. En die vrouw die net zwanger is met een gebakje op schoot, die zit te kijken van, ja, kan dit wel? Ja, het zijn toch ook wel vriendelijke mensen. Nou ja, goed. En ze staat naast ons. Dus ik zeg, Pepijn, ga maar bidden. Want Jezus heeft gezegd dat we de handen op zullen leggen en dat mensen genezen zullen worden. Dus Pepijn, 10 jaar, legt haar de handen op en spreekt uit dat die pijn moet verdwijnen. En ik zeg, en hoe is het? Nee, het is eigenlijk nog hetzelfde. En ik zag Pepijn, ik zeg, het maakt niet uit. Die sleutel werkt. Ik dacht, ik moet even die deur nog iets meer beuken. Hè? Dus ik zei, we gaan het even samen doen. Dus zeg maar even na. Dus ik ging zo samen met Pepijn nazeggen. En we baden ervoor. We namen de sleutel van genezing. En ze zegt, Ja, nee, het lijkt echt wel een stuk beter. Dus ik zeg, Pepijn, nee, geweldig. Ik zeg, het is de goedheid van God. Ik zeg, maar laten we nu ook bidden voor die lever. En ik leg mijn hand, mag ik mijn hand op u leggen? Nou, dat is best wel eng natuurlijk. Zeg maar, leg uw eigen hand in mijn onder. Maar deze weg en ze drukte mijn hand er gewoon op. Dus ik voelde gewoon hoe opgezet die lever was. En we spraken het aan. Ik verbrak ook nog een aantal andere dingen. Ik denk, of zij het weet of niet, we openen het gewoon. en we spraken dat. En ze zegt, het wordt helemaal warm.
En ik voelde ook gewoon dat het gewoon slonk. En toen zei die andere vrouw, bid dan ook maar voor mijn kindje. En voor mijn zwangerschap. En dat hebben we gedaan. Meer hebben we niet gedaan. Toen heb ik wel gezegd dit. Ik zeg, Jezus verlangt ernaar om een relatie met u te hebben. Misschien kun je op zoek gaan naar deze Jezus, de Zoon van God. Heb een fijne dag. En toen zijn we weggelopen. Maar een jochie van 10 liep mij. En hij werd enthousiast. Had zoiets van yes. En we liepen even verder. En er kwam een vrouw aanlopen. Hoe lang heb ik nog? Oh, nog heel lang. Oké. En er kwam een vrouw aanlopen. En Pepijn zei net daarvoor, want we hadden het bankje even geëvalueerd. Hè, wat er allemaal gebeurd was. Wat is er nu gebeurd? En hoe heb je gevoeld? En wat is er nou? En toen gingen we verder. Toen zei Pepijn, ik vind het zo moeilijk om iemand persoonlijk aan te spreken. Ik zei, dat moet je gewoon doen. Gewoon met een vriendelijk woord kun je altijd iedereen aanspreken. Dus er komt een vrouw aanlopen. En die heeft opnieuw gebakjes. We zijn vader, denk ik, in de buurt van de bakker. Die had gebakjes in haar hand. En toen zei ik, nou, misschien kun je die mevrouw aanspreken. Ik denk, ik ga vast even een lopertje uitleggen. Oh ja, ja. Dus hij liep er naartoe en hij zegt, dag mevrouw. En dat kind die vrouw had al gehoord dat ik dus had gezegd, kun je die mevrouw aanspreken? Ja, wat is er? En toen kregen we een gesprekje met haar. Heel bijzonder. En ze vertelde dat ze niet zo goed sliep. En zo nog een aantal openbaringen kwamen. En daar gingen we ook voor bidden. En een jochie, helemaal zo, wow, zo bidden, wauw. Vervolgens gingen we nog een aantal andere mensen aanspreken. Ik zal al die verhalen nu maar even niet vertellen te willen van de tijd. Maar toen zeiden we, kom, we gaan naar de ijssalon. We gaan eens even kijken wat daar is. Dat was een lekkere ijssalon. Ik weet niet meer hoe die heet, maar het was echt een goede ijssalon. Dus als je in Amersfoort dus een keer bent, ga er vooral naar binnen. Zegen die mensen in die ijssalon. Dus zeg, kom, we gaan een ijsje eten. Ijsje uitgezocht. En toen vroeg die vrouw, waar komen jullie vandaan? Ik zeg, nou, ik kom uit Aalten, uit de Achterhoek. Oh, dan ben je ook ver van huis. Ik zeg, en Pepijn die komt uit Suriname. Nou, ja, dat is ook wel wat. En ik zeg, en Lisanne die komt uit Veenendaal, maar die komt eigenlijk net uit Amerika. Dus ze dachten, hé, wat doen jullie dan hier? Ik zeg, nou, we hebben een soort studie over de goedheid van God en zo. En nu mogen we dat ook gaan uitdelen. Ik zag die vrouw al direct uit mijn buurt blijven. Ik heb wel meer van die gekke lui hier gehad, denk ik of zo, weet ik ook niet. Dus we betaalden en we gingen aan de tafel zitten. En toen kwam, en toen zag Pepijn opeens iemand langslopen. Een man, en hij had zijn slippers aan en er zat een groot verband om zijn tenen. En hij liep achter de kinderwagen en zijn vrouw zat naast hem. Dus ik zag Pepijn kijken. Ik zei, Pepijn, wat denk je? Ik zou wel voor die man willen bidden. Ik zei, nou, draag eraan dan. Hij zegt, ik keek me aan en zei, ah, dat kun je alleen. Doe maar. Dus hij stapt op. Hij loopt erachteraan. Hij begint op een gegeven moment te rennen. En ik zie hem daar bij die man spreken. En samen met Lisanne zijn wij aan het bidden. Van, hier geef een doorbraak. Hier laat deze deuren open gaan. Hier geef een doorbraak. En ik zie dat die man zo snauwend naar hem doet. Alsof het Siske de rat is die hem wat vraagt of zo, weet je wel. Ik zeg, nee. En dan zie ik dat de vrouw nog iets zegt en dan komt Pepijn weer terug met zijn ijsje. En hij komt zitten. Ik zeg, Pepijn, wat heb je gedaan? Wat goed, man. Je bent er alleen op afgegaan en je zei nu, nog een uur geleden zei je dat je dat niet durfde. Je bent er alleen op afgestapt. Nou, zei hij. Ik zei, en wat zei die meneer? Hij zei, we wilden niets meer te maken hebben. Hij zei, maar toen zei zijn vrouw, wat lief van je. En toen zei hij, daar ging het om, hè? Om de liefde van Jezus uit te delen. Wat een sleutels. De sleutel is de liefde. De liefde. Het was de liefde dat God zijn zoon zond naar deze wereld. Daar bestaat zijn koninkrijk uit. Uit liefde. En Pepijn heeft het begrepen. En wat we daarna gedaan hebben, we zijn daarna naar de boekhandel gegaan. En we hebben gezegd, kom. Die gasten daar in die ijssalon, die zijn nog niet echt open voor een gesprek. We gaan een kaart kopen. En dan gingen we staan, zijn we voor die kaarten gaan staan. Zeiden van, oké, welke wilt u God dat wij gaan sturen? En ik zei, Pepijn,
Waar laat God je aan denken? Hij zegt, ja, iets met sport. Ik zeg, nou, zoek een kaart waar sport op staat. En we hadden 4 kaarten. En raceauto's, geloof ik, en nog iets. Maar ook een kaart met een bal in een doel. Die zo het doel werd ingeschoten. Toen zei hij, ik denk dat ik iets mag zeggen over het doel van het leven van die man. Sleutels. En we gingen zitten en we lieten Gods geest gewoon woorden opschrijven. En we zijn teruggegaan naar de IJsseloom. En we hebben gezegd, we waren net even hier, willen jullie even verrassen met een kaart? En we hebben die kaarten daarachter gelaten. En Pepijn heeft de dingen opgeschreven. Echt zo indrukwekkend. En ik geloof dat dat sleutels zijn geweest voor deze man. Om zijn hart te openen. Voor het Koninkrijk van God. Want we hebben het biddend gedaan. We hebben misschien die deur nog niet geopend gedaan. Misschien hebben wij 1 slag gemaakt. Het kantoor waar Healing Voice is. Daar moet ik 2 keer overdraaien. Dat is een bepaald slot. Dan moet je niet 1 keer om, maar 2 keer rond. Misschien komt ze dadelijk, kom jij bij die man uit de IJsselon. En jij draait die sleutel als je op. En de deur gaat open. En Jezus kan binnenkomen, zodat die man of vrouw ook een openbaring krijgt. Dat Jezus Christus is de Zoon van de levende God. En dat wil God door ons heen doen. Ook hier in ons huis. In dit huis. Dat is wat God wil doen. Jij hebt sleutels gekregen. Ik geloof dat we deze nog niet heel goed durven te gebruiken. Maar moeten we wel meer gaan doen. Maar laten we dan die sleutels die jij al hebt toegepast gekregen. Waar jij al een openbaring over gehad hebt. Misschien zie je iemand die heel goed is. Die zegt, oh, sleutels over financiën. Wie heeft hier sleutels over financiën gekregen? Die zegt, ik heb de openbaring over gekregen. Die sleutels pas ik al toe. Wauw. Dat is heel weinig. Oh, daar. Zijn er meer? Ja, die zijn vaak wat bescheiden. Ja? Maar jullie hebben sleutels gekregen. En daar geloof bij gekregen. Leer ons. Leer ons hoe we dat moeten doen. Welke mensen hebben sleutels gekregen over genezing? En hebben die sleutels al meerdere keren toegepast? Oké. Ik had iets meer verwacht, als ik heel eerlijk ben. Dat is niet geen veroordeling, maar misschien durven jullie ook de handen niet op te steken. Dat kan ook. Maar, nou even die mensen rondom genezing. Je hebt al sleutels toegepast om mensen vrij te maken van de macht van ziekte. Even de armen nog weer omhoog. En weet je, we moeten onze kinderen meenemen. Ze moeten laten zien hoe wij die sleutels toepassen. Of kinderen, neem ons mee. Dat is ook een goed idee. Ja? Wie heeft er rondom bevrijding sleutels gekregen? Die zegt van, oh, dit heb ik al meerdere keren toegepast. Ja, gaaf. Leer ons daarin. Zo zijn er zoveel sleutels van het koninkrijk. En die sleutels zijn gegeven aan de gemeente. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wij staan heel sterk. Deze koninkrijken wankelen. Maar het koninkrijk van Jezus staat sterk en stevig. En wij zijn een onderdeel daarvan. En ik vind het zo mooi dat God ons deze openbaring geeft. Dus alleen een openbaring krijgen van dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is, is mooi, is prachtig voor jezelf. Maar te weten dat Hij zegt, hier heb je mijn goldcard. Alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. En Hij zegt, en ik geef jullie ook de macht. Ik geef jullie de autoriteit. Ik heb de sleutel gegeven, jij moet hem toepassen. Maar mijn macht en mijn gezag, mijn kracht wordt vrijgezet. En dat wil God ook, geloof ik, doen. In ons huis, in dit huis, maar ook in Nederland. Sleutels moet je toepassen. Sleutels moet je niet in de kast laten liggen. Sleutels moet je niet in je kastje laten hangen. Dat te zeggen, wauw, hè, interessant hoeveel sleutels we hebben. Je kan hier heel lang over praten, over die sleutels. Maar we moeten ze toepassen. En dan zien we, hé, die sleutel die past. Deuren gaan open. Maar ook deuren worden gesloten. En Jezus Christus is koning.